soft summer wind. Welkom bij Tim Sound Productions. Vandaag hebben we hier de Carver PM1201 staan. Ik heb hier 4 stuks van staan vandaag. En ze zijn bij mij in onderhoud. Ik ga ze even schoonmaken, want ze werden erg warm tijdens het tijdens een avondje draaien. Dit is een monitorrek waarvan waar ik werk, zeg maar. Daar is het van. Die staan altijd gebrugd op 4 monitoren dus. En ik gebruik ze ook altijd en ik voel dat ze heel erg warm worden. En nu ook. Ik heb ze nog niet schoongemaakt en dat ga ik zeker doen. Zoals je ook ziet hier, dat stof er bovenop. Nou, het zijn aardige versterkers. Volgens mij is het 600 watt op 4 ohm per kanaal, zoiets. De bovenste was het sub. Onderste is de top nu eventjes. Niet gebrugd, moet ik bij de way zeggen. Want die sub is 4 ohm en de top is 8 ohm. De topspeaker is direct uit mijn mixer gevoed, als het ware. En de sub gaat door de crossover equalizer en dan pas hierin. Nou, aardig krachtige versterkers. Ik zal nog wel even een nummertje draaien. Nou, dat is wel aardig subje. Spiner staat erop, op de bovenste. Ik heb het ook zo gedaan. Dat ik even het laag eruit heb gehaald. Arme toppen, want het gaat zo snoeihard. Nou, in ieder geval, hoe het dus zit, hè, mijn sub die is 300 watt RMS op 4 ohm. Nou, die krijgt dus het dubbele ervan. En toch is het eigenlijk nog niet krachtig genoeg. Heel grappig. Goeie woofer. Top die is tussen de 250 en 350 watt RMS. Die krijgt dus ook te veel eigenlijk. Die krijgt 450 watt op zijn donder, volgens mij op 8 ohm. Is aardig ziek. Ik zei dus, ik heb nog meerdere boven liggen. Je ziet hier ook hier een rek. Die ga ik dus even een klein stukje herbouwen zometeen. 4 van deze versterkers is aardig zwaar. Dus volgens mij komt uit op hetzelfde gewicht als mijn dapje. Misschien wel iets zwaarder. Kan ik dus niet in mijn eentje delen. Erg heftig. Je ziet hier dus, 3 in, 3 out. Hè, dat je hem allemaal kan doorlussen. Spiekonsten uit en zo. En er hoort hier nog een aansluitpaneel hierboven te zitten. Maar aardig nice. Ik zal wel even de achterkant ook laten zien. Het rare is van deze versterkers. Is dat ik soms een gek... Ja, je hoort sowieso een plopje. Nou, dat vind ik niet heel gek. Maar door de tweeters hoorde ik een heel hoog geluidje. Nu heb ik het niet gehoord. Want ik had eerst mijn tweede top erop aangesloten. Heel raar. Nou ja, even omdraaien. Nou, dit is dus de achterkant van de versterker. Ja, je ziet hier die 2 ventilatoren. Er zit zelfs geen foam meer voor. Vandaar dat ze zo heet worden. Lekker veel stof naar binnen blazen. Ik heb nieuw foam liggen, dus die ga ik opnieuw refoamen als het ware. Je ziet hier de inputs. XLR of jack. De speaker terminal, zoals je dat noemt. Hierachter zit een knopje voor, gebrugd of niet. Dan draait hij waarschijnlijk de fase om van 1 kanaal. Zo ook veel als een notering. En dan kan je het gebrugd draaien. Hè? Plus heb je gebrugd. Hier zit de clipping eliminator. On of normal. Ik bedoel off of normal. Ik zie hier dat hij een tape zat met de fuse. Een extra fuse. Maar het lijkt net of die... Ik weet niet of het een zandfuse is. Anders is die opgesprongen. En hier hebben we ook een knopje voor high speed voor de ventilatoren. Dan ga ik allemaal controleren of dat allemaal aanstaat. En hoe het goed staat. Even open schroeven. En even allemaal uitblazen. Dus dit was de Carver PM1201. Leuke versterkers, dik gebouwd. Houtjes volgens mij, ik heb geen idee. Maar laten we deze lekker schoon gaan maken. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op Tim Sound Productions en op Timmetje 070. Alle linkjes staan onder in de beschrijving. Hey, latta!